Want ik ben het eens met jou, Younes. Wat hij heeft gedaan vandaag was echt een vieze actie. Ja, praat met elkaar erover. Maar niemand mee bemoeien, alsjeblieft, als het kan. Ook jij niet, lieve Yusri. Want wallahi billahi, wat Nee, dit is niet die mijn lijf. Yusri heeft Gewoon waar gedaan, ik sta, gaat niet mijn lijf gadverdamme. straks komen. Nee, ga ik niet doen. Ga ik Praat niet doen. later, Hij bro. kan er straks komen. Voor dat. Het is Maar van die lijf Yusri van wil de Yusri. hele dag wat zeggen, alleen iedereen praat door hem heen. Ik ben wel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Ja, het is heel, is Mag ik echt heel even interessant podium, dialoog, 2 seconden broeder. eigenlijk, en dan ben ik klaar. Nee, je mag wel wat meer. We zijn benieuwd naar je. Ik heb een goede jongens, man. Meen ik Ik echt. sta er niet achter. Ik promote het niet. Ik zou niet de flyer rondsturen van hé, hier is Dinko, ga ervoor spelen. Ik sta alleen voor die jongeren op dat ze niet per se geslagen, bespuugd worden. Geef ze hersenen. Geef ze meer, gewoon een beetje informatie. Praat met ze. Maar Broeder. op zo'n manier hoeft het niet. Ja, Jeka, vertel. Het spijt me, maar ik moet toch even ingaan op wat Younes net zei. Hij noemde het namelijk een walgelijke actie. Voor de mensen die niet weten wat gaande was. Toevallig Maar vandaag, ik was met die Anwar, jullie kennen hem. Ik was met hem in, ik kan het gesprek noemen. Eerder gewoon over en weer een beetje beledigingen naar elkaar slingeren. Maar toen ging deze jongeman te ver. Hij beledigt sowieso mijn ouders, waar nergens op slaat. En hij geeft aan mensen, ga zijn universiteit e-mailen. Zorg ervoor dat hij van zijn school wordt getrapt. En dat vond ik te ver gaan. Dus wat ik deed was, ik wist dat waar hij was. En ik zei tegen hem, broeder, kom eraan, ik wil dit met jou uitspreken. En dat is wat we hebben gedaan, Younes Podcast. We hebben het uitgesproken. En totdat hij werd weggestuurd bij de bibliotheek, hebben wij gewoon op een civiele manier een gesprek gehad. Dus ik vraag mij af wat jij bedoelt wanneer jij tegen mij zegt dat ik een walgelijke actie heb gedaan. Mag ik daar antwoord op? Dat is mijn vraag. Het is verdacht stil. Ja, salam alaikum broeder, ik wil even reageren als Younes Podcast masker. Broer, jij mag Nee, ook van net voor reageren. je, niet Jij over gaat het ook dokken. niet kunnen of zomaar. Ik Ik vond het niet vraag maar oké, waarom okay. die Younes iets zegt en daarna stil is. Nee, Maar maar waarom. misschien is hij aan het werk toch? In ieder geval, wat ik aangaf, deze jonge man, hij mag zeggen wat hij wil over mij. Maar ten eerste, hij haalt mijn woorden uit context. Ik geef tegen hem aan. Bro, die Ik ben. man is 1,50 meter. Hij is misschien Luister, het 40 maakt niet kilo. uit Zo'n wat. Hoe, zo'n persoon op is wanneer en je al 4 jaar aan van het volgens zijn trainen, joh. Wat leeftijd hij zo'n bent man op en zijn je wil weet wanneer trekken. wat de gevolgen zijn van je acties, dan moet je niet gek opkijken dat iemand je wil Je confronteren gaat voor die 18 acties. jaar gewoon jongetje ga je opzoeken. Ik ging hem niet opzoeken. Ik zei tegen hem, ik kom eraan. Ik moest toevallig ook in die Oké, stad weet je zijn. wat? Waarom Weet niet? je wat? Weet je wat? Ik ga jou universiteit mailen. Kom je mij ook opzoeken? Dat zou belachelijk zijn, want je hebt geen recht om dat te doen. Maar hij ook Waarom zou je niet. dat doen? Hij heeft daar niks over te zeggen, maar dat is niet. Hij gaat het aan, hij moedigt het aan bij andere mensen. Hij zegt, hij is een. Kijk, wat het probleem dus was, is dat deze jonge man zegt dat ik een hatelijk Bro, die persoon. man is 43 kilo, man. Hij is 1,50 meter. Luister, Je bent luister, een luister. uur Hij in de zegt, hij trein geeft aan, geweest om hem op te je zoeken. haat Ben je de ziek in je hoofd LGBTQ of wat? community. Je haat homo's en geeft homo's een Ik haat onveilig ook gevoel. homo's. Ik En haat homo's. we Ik moeten haat jou stoppen homo's. of zo. Dus dan denk ik van broer, what the fuck is er mis met jou? Waarom probeer je mij kapot te maken actief? En waarom mag ik daar niet wat tegen doen? Ik heb geen vinger op hem gelegd. Ik heb Oké, niks nou, aangegeven. maar Je luister, begon lieve Jesse. intimiderend. Je begon intimiderend. Intimiderend Jelle, hoe? hier, Heb je ook geen Younes, vinger in terug, hem praat met gestopt? hem. Praat met Younes. Hey, Younes, waar ben je Je dan? had toch nog iets, je had toch nog iets van hem gepakt, we konden niet zien wat. Hij zei, geef het terug, geef het terug. Ik heb Even, niks die van hem jongen gepakt. helemaal recht Hij heeft gereden. een. Ze Die jongen heeft heeft op aan gereden. kwam. Is dat een mafkees? Je hebt zijn Luister, OV toen ik opgepakt. daar aankwam, lag Ja. zijn OV-kaart op de grond. Ik pakte hem op, meer niet. Ik heb hem uiteindelijk gewoon teruggegeven. Oh, oké. Nou, dankjewel voor Nee, die je wilt spannende hem niet verhaal meteen vandaag met teruggeven. de Hij zegt, ik homojacht. teruggeef, Maar toch ga laten je we nee. weer teruggaan naar acteurs. Is dat een acteur Safi. rechts beneden? Osama Hey, Ahmoud. Walid, kijk het Ja. om jou nu, broer. We hebben een Goeie grote JK, ik ga kwestie even naar vandaag. beneden zetten. Het wordt Nee, een beetje broer. te Nee, druk. broer, laat die man even drinken. Ik wil hem wat vragen eigenlijk, man. Ja, Oh, wacht uiteraard, even, man. wacht even, wacht even, zeg maar, Ik wacht wil even, wat hoe zeg vragen. maar. Broer, het was belangrijk, man. Het was belangrijk, broer. Je gooit het verkeerd. Gooi mij naar beneden, gooi hem niet naar beneden, broer. Het was belangrijk. Wacht even. Waar is hij nu? Hé, waar weer krijg je probleem? Even kijken. Ja. Hey broer. Ik ben er, man. Ja, ik heb een vraagje, maar je zei net iets over. Je had een draaidag, dit, dat. Ahmed Akabi stuurt jongeren hier links, rechts. Ja, klopt. Dit is wel een aantal jaar geleden, man. Dus wat heb je precies meegemaakt?
Ik was daar als een soort van bijrol. Ik had een auto en ik was, ik weet niet, ik moest een soort van bodyguard spelen eigenlijk. Een of andere... Aika. Vraag eerst aan hem waarom hij dit heel graag wil weten. Dan weet je met welke intentie hij het vraagt. Dat is inderdaad het geval. Ik zie hier Oussama Ahmoud. Ik weet niet wie jij bent, broeder, maar je hebt best wel veel volgers. Dus kijk, in ieder maar geval... Maar was je figurant? Ik dacht dat je echt de rol bedoelde. Ja, nee, nee, broer, dat is een denigrerend toontje. Aika, ik zeg tegen jou. Zag je dat denigrerende toontje nu van hem? Ik zei al tegen hem, maar scherp zijn bij dit soort rat. Maar dit is niet de bedoeling. Maar ja, denigrerend. Ik dacht oprecht. Je krijgt nu een hoofdrol van... Broeder, ik praat over mijn ervaring meer niet. Dit is hoe mijn ervaring was. Ik laat het weer, ik maak nog een rondje dan. Broer, luister, ik was daar met Breng thee, maak een rondje, broeder. Die andere acteurs waren allemaal super vriendelijk. Eén voor één, hoor. Dit is echt chaos. Eén voor één. Oké, ik zal dan mijn ervaring delen. Ik was daar twee dagen... Eén seconde. Kan ik iemand, hoe heet dat, opdrachten geven dat hij gewoon deze ding kan regelen? Bro, laat lekker gaan. Wij zijn vrij. Alsjeblieft, één voor één. Ah, sorry. Oké, ik zou het nogmaals even aangeven. Ik was daar 2 dagen voor een soort van bijrol. Wat ik wilde aanzeggen, ik was met die acteurs daar met IJstijd, met een paar anderen. Allemaal super vriendelijk, super aardig. Wanneer je ze vragen stelt, ze geven antwoord en dat. In mijn ervaring was, ik ben zijn naam eigenlijk kwijt, de Paus, denk ik. Ik denk dat hij Paus heet in die serie. Akbabi kan wel. In ieder geval, in mijn ervaring was hij net erg... Net zei je wel gewoon zijn naam, maar ja, je weet toch. Ja, maar wat? Mooi. Ik dacht dat het Akabi was. Akabi of Akbabi? Ja. Wat is het? Ja. Oké, ik weet niet of is er een vriend van jou, een persoonlijke kennis? Nee, broer. Je kan... broer. Mooi. Je was hij op heeft de geen set... vervolg meer gekregen. Hij is doodgeschoten, heb ik begrepen, zoiets. Klopt. En toen werd hij boos op Akbabi, maar niet vanwege het verschut zetten van de Marokkaan of moslims, maar meer omdat zijn rol zeg maar gewoon voorbij was. Dat klopt ook niet, man. Dat zegt klopt niet, man. Maar mooi, wat mijn vraag misschien was... Misschien acteer je nu wel, maar dat klopt niet. Hoe weet ik dat je nu de waarheid spreekt? Wat zeg je nou allemaal, man? Oh, Yousam is muis. Je bent muis. Waarom lacht deze man, bro? Die man lacht ook om niks, man. De meesten vinden het grappig. Kijk, en dat is nu het verschil, hè. Jullie leven niet in de werkelijkheid. Ik leef wel in de werkelijkheid. Kijk, leef dit popie jopie doen. Broer, jullie zijn fucking acteurs. Jullie krijgen een paar tientjes. Jullie verkopen je hele ziel. Wat ik met Snapchat per dag verdien, dat verdienen jullie geen eens in een maand. Begrijp je? Zo amateuristisch. Ik ga jou eerlijk zeggen, broer. Laat dit. Hij komt hier denigrerend praten tegen IK. Ik accepteer het niet. Luister, broer. Kijk soms jouw video's. Ik moet erom lachen. Soms zeg je goede dingen, soms zeg je onzin. Maar broer, ik kom alleen deze live. Ik kom alleen in deze live, broer. Omdat jij zegt, als ik acteur zie, spuug ik in zijn gezicht. Maar wat is dat voor onzin, broer? Nee, moet ik mijn lul laten zien voor 17k? Kijk, dat is ook zo'n onzin. Ja, precies. Als jij met nee, mijn haar dood. Waarom dit, bro? Waarom zo? Broer, laat die man, broer. Kijk hier, dit zijn ook die kinderachtige dingen. Broer, kijk, Ik was wel een van de weinigen die het opnam voor Bilele, terwijl jij hem in de steek had gelaten in heel Nederland. Ik was een van de weinigen, bro. Wat zeg je allemaal, broer? Wat zeg je nou allemaal in de steek gelaten? Broer, kijk, je zegt dingen waar je niks van weet, snap je? Ik heb het gezien. Jullie stonden te lachen. Bilele kreeg de klappen. Jij was stilgebleven. Bilele kreeg nog meer klappen. Maar wacht even. Wat heeft dat te maken met in de steek laten dan? Want nu loop je dingen te roepen wat zeg maar nergens op slaat. Kijk, ik snap dat je nu zeg maar op je... Ik heb een gevoelige snaar heb geraakt. Maar dat maakt niet uit. We maken allemaal fouten. En we laten altijd wel een keer iemand in ons leven zeg maar in de steek. Dat is niet om je te schamen. Maar ga niet doen... Alsof je dit zijn nu die opmerkingen omdat je gewoon grappig was. Broer, maar kijk, oké, dan ga ik je ook een vraag stellen. Je zegt tegen mij 17k, dit, dat, zo, zo. En jij dan met dit kleine meisje of zo? Nee hoor, broer. Het was een mail. Kijk, ik maak het was grapjes een mail, erover. Dat ik maak ik grapjes doen. Erover. Maar ik maak grapjes broer. Erover, maar jij maakt het werkelijkheid, broeder. Snap je? Nee, jij zit echt aan kleine kinderen. Luister, ik neuk liever een 16-jarige mail dan dat ik een jongen met zijn piemel vraag heb, broer. Waar heb je het over? Dan ben je een lijpe homo, broer. Dan ben je een lijpe pedofiel, broer. Ik ben een lijpe pedofiel. Je bent een homo, broer. Je vraagt een jongetje. Laat je broer, piemel. Broer, je zegt live op Instagram. Broer, je zegt live op Instagram, broer. Dat je een kleine meisje gewoon zal ballen gewoon van 16, broer. Wie ik er? Weet je, hoor niet wel wat je zegt, broer. Wie ik er? Nee, niet jij, broer. Die man daar, broer. Die net maar wacht even, mag ik jou wat vragen? Nee, ben ik even serieus? Heb je een moeite dat hij dan zin hebt pleegt? Heb je dan moeite dat hij zin hebt pleegt? Of heb je moeite dat ze 16 is? Want die begrijp ik niet helemaal.
Broer, ik heb nergens moeite mee. Mijn vraag is wat jij zegt. Nee, je zegt met die 16-jarige. Heb je moeite met de leeftijd of met de overspelzin? Maar wacht even. Ik ben alleen hier gekomen één vraag te stellen, broer. Jij zegt, als je maar je deed denigreren. Daarom was ik gecrediteerd op je. Ah, wat zeg je? Als je gewoon echt normaal tegen Aiki had gepraat. Ik was gecrediteerd. Maar je ging een beetje een soort van... denigrerend kwam je de boel een beetje zeg maar beschermen, weet je, wat niet beschermd kan worden. Daar raak je broer. Ik beschermen, als... broer. Wat kan ik beschermen? Hey, muis, als je problemen hebt vragen, met mij, als je iets wil weten, broeder, je mag het me altijd vragen. Dit was mijn eigen mening, mijn eigen ervaring. En hey, ik bedoelde niet wel bang, hè? Je weet dat Mike gewoon een acteur is. Hij is niet echt mokro-mafia. Ik weet het, broer. Ik praat gewoon. Hey, Younes, Younes Zoual is echt een mokro-mafia. Als hij een probleem heeft, dan moet hij met mij praten. Broeder Oussama, mogen we je een vraag stellen? Gewoon zonder belediging. Broer, tuurlijk, broer. Vraag maar, me wat je wil, broer. Achel Karim, kijk. We zien nu. Oh ja, en ik wil nog een keer met je op de foto, trouwens. Broer, jij mag, broer. Want ik broer, hey, trouwens, alleen, moet je niet spugen in mijn gezicht, hè, broer. Wali, je kan hier veel meer uithalen als je gewoon normaal gesprek met hem aangaat. Gewoon, laat die belediging. Waarom? Ik probeer hem weer een beetje op zijn gemak te zetten. Ik probeer hem aan het lachen te brengen, weer een beetje. Laat die belediging. Hoor, laat zien. Je gaat hem dingen laten zeggen die hij misschien niet eens wil zeggen. Hij komt hier niet eens voor. Hola, Sabi, maar ik ben gewoon rustig om een paar vragen te stellen. Kijk, wij zien de laatste jaren dat een beetje dat excessief gedrag van Marokkanen op het witte doek of in series, dat gaat nu echt veel te ver. Wat is jouw mening als acteur? Gewoon hoe de Marokkanen worden neergezet. Gewoon als je eerlijk en transparant met ons is aan Barak loopt. Heeft hij al gedaan bij Salahdin? Ga die alsjeblieft, Wali, Achi, alsjeblieft. Wat? Je hebt toch al bij Salahdin heb je een interview gedaan? Waar nee, ik heb dat nog nooit gezegd. Dan was het bij Ilgun. Ismail Ilgun, toch? Ja, hij ging bijna huilen daar, toch? Ah, Wallah, dit zeggen. Iemand heeft zijn mic twee keer. Wallah, volwassen mannen die jongeren een beetje neerhalen. Het is een beetje kinderachtig. Je kunt er veel meer uithalen als je gewoon normaal gesprek met deze broeders aangaat. Kijk hoe jullie ermee omgaan. Ja, maar jij stelt hem een vraag die hij al beantwoord heeft bij Ismail. Man, ik heb het niet gehoord, Misschien de volgers nu horen... Hallo, het. Misschien volg jij Muis niet? Hij is gewoon een super acteur van Mokro Mafia. Nee. Ik volg die broeder niet. Ik weet wel wie het is. Wallah, hij wel. Ik zeg je wel eerlijk. Niet, maar ik weet hij wel heeft wie wel echt is. Een schattige kopje. Ik ga niet liegen. Wallah. Ja, joh, man. Ik zeg eerlijk. Wallah. Kijk, ik ga eerlijk tegen jou zijn, Oussama. Als ik jou tegenkom zou komen op straat, ik zou niet op je spugen. Ik ga niet tegen je liegen. Ik zou je wel een kop koffie aanbieden en zo. En dan zou ik je wel gewoon echt als een grote broer... zou ik je wel gewoon echt opvoeden en een beetje gewoon uitleggen... opvoeden. Dat je gewoon echt dom bezig bent. Ja, ben ik eerlijk. Lijpe guy. Wat doe je? Zo ken ik je met Wally. Dat denk ik op Younes. Dan kan je bij iedereen van een Wally. Kijk, zo ken ik je met Wally. Ga niet voor je liggen. Deze Younes Wally is wel grappig. Wat hakkelaar. Hij is wel grappig. Ik had niet verwacht dat hij zo grappig zou zijn. Ik zeg je eerlijk, niet iedereen vindt mij grappig, hoor. Ik vind het echt grappig. Hij heeft zeker veel goede kant. Ik vind het echt grappig, man. Rolla. Hé, hey, Younes Wally. Broeder. Wally, waarom ga je niet meedoen aan van die debatprogramma's, broer? Waarom? Bro, ze willen mij nergens hebben. Weet je waarom? Ik ben gewoon echt... echt Pieter Baancentrum in mijn hoofd af en toe. Rolla. Ja, dat is toch gevaarlijk? Maar heb je het geprobeerd? Ik heb wel... Oké, ik moet heel eerlijk zijn. Net zoals Oussama wel eens een foutje in zijn leven heeft gemaakt, heb ik ook wel eens een foutje gemaakt op Nederlandse televisie. Toen zei ik een keertje, toen zeiden ze, geloof je in democratie? Zei ik, nee. waar geloof je dan in? Toen zei ik, deze tafel. glaskering, wat een kankermogol was ik. Shit. Hé, hey, maar Wally, luister dan. Ik wil dit wel doen namelijk. We hebben een klein probleempje, ja. Ik wil dat wel doen, namelijk. Zeg maar, die Jesse. Luister, we hebben een klein probleempje. Die Jesse, die zei net van, ik ben mokromedia-acteur. En nu hebben we echt een mokromedia-acteur, die Oussama erin. En nu is het stil. Cap. Maar je weet niet wat het... Broer, maar... Mokromafia. Maar wat is je probleem dan? Nee, je bent figurant. Je zegt van, ik heb daar ook meegemaakt. Ik ben ook daar geweest. Nee, maar ik heb een superkleine rol gehad. Ik was vanaf het begin duidelijk daarin. Ja, maar dat is wat ik wil vragen, geweest, maar niemand laat me uitpraten, broer. Ja, praat dan, hè, broer. Praat. Wat wil je vragen? Jongens, één voor één. Je zei net van dat je op de set was, toch? Maar je hebt iets meegemaakt, zeg maar, dat iemand jou ging sturen of wat dan ook, broer. Maar dat klopt niet, hè, broer. Want je zei bijvoorbeeld over die Ahmed Akabi van... Ahmed Akabi is op de set.
die praat alleen met de Marokkanen, die stuurt de Marokkanen en de rest, de hogere pietjes zijn de Hollanders of zoiets. Dat zei je toch? Of heb ik het mis? Ach, praat. Oh, die man over de zeggen? Nee. Huh? Kijk, sinds een wetboek aan het kijken. Bro, ik heb geen ervaring. Ik was daar 2 dagen. Mag ik praten, bro? Mag ik praten of niet? Ik was daar 2 dagen gezet. Wat gebeurt hier, bro? Ik hoor niks, hè. Hey, iemand heeft zijn mic 2 keer aan. Ik hoor mezelf de hele tijd 2 keer. Ga naar beneden, kom naar boven, bro. Komt goed. Broeder, het is gewoon 1-1. Ah, wacht. Ik kom zo terug, dan. Osama, hoor je me, broeder? Hallo? Salam alaikum. Osama. Ja, broer. Alaikum salam, broer. Hey, broeder, Achi. Ik had een vraag. Jij was het er niet mee eens. Ja, ik zat de hele tijd te roepen. Zit hier al 3 kwartier. Nee, omdat niemand hoorde me. Ik zat de hele tijd te praten. Osama, goeie lezis. Kijk, volgens mij had ik jou in een interview horen zeggen, ik weet niet met wie dat was, dat je het niet eens was dat je na seizoen 2 dat je rol was uitgespeeld. Wat riep het bij je op? En waarom hebben ze je uit seizoen 2 niet meer? Waarom was je rol eigenlijk op? Wat was de reden die ze hebben gegeven? Want je was Er is geen reden gegeven, broer. De reden wat er eigenlijk is, ik had een probleem met iemand intern van Mokro Mafia om een bepaalde reden, om iets waar ik het niet mee eens was en daardoor ben ik eruit gehaald. Punt. Waarom hebben we dat vragen? Want jij was wel fanfavorite. Seizoen 1 en 2 was jij echt met kop en schouders was jij fanfavorite. Dus mijn vraag was dus eigenlijk van waarom? Ja, jij kan natuurlijk niet zeggen wat er is. Dus dan ga ik je ook niet vragen. Ik wil je niet in die situatie brengen. Maar dan zie jij toch ook wat er dan gebeurt in zo'n wereld. Dat je heel snel en makkelijk wordt afgepoeierd en wordt afgeserveerd. Dan begrijp je dan waarom Younes en ik dan heel kritisch zijn naar de mediawereld, dat we zeggen van ja, echt wel broeders en zusters, kijk wel uit wat voor rollen jullie aannemen, want uiteindelijk zijn jullie maar nummertjes. Uiteindelijk worden jullie ook maar als troef gebruikt. Zo bekijk je het niet, broer. Ik zie het gewoon als werk, broer. Ik doe iets wat ik leuk vind. Acteren vind ik leuk. Dus dat is waarom ik het doe, weet je. Zo bekijk ik het in ieder geval. Oké. Wat vind je van vrouwen die seks hebben voor geld? Ja? Vrouwen die seks hebben voor geld. Gewoon prostituees bedoel je dan, toch? Ja. Wat vind je dan? Wat ik daarvan vind? Nou kijk, ik ga het makkelijker voor je maken. Omdat ik je een lieve jongen vind. Je zegt het is mijn werk, bla bla bla. Maar dat is natuurlijk gewoon een heel slecht excuus. Begrijp je? Dat is een beetje hetzelfde als een meisje nu tegen je zou zeggen, ik vind neuken fijn, dus ik heb er mijn werk van gemaakt. Waar de fuck is je eer? Waar is je trots? Als je dat wil doen, dan ga je dat toch doen. Als jij dat tof vindt en dat maakt jou gelukkig, dan moet je dat gaan doen, toch? Je weet wel bent, toch? Nee, man, zo bekijk ik het niet, man. Zo kan jij het bekijken. Iedereen heeft zijn eigen visie en hoe de hele wereld is, vriend. Kijk, jij vergelijkt ook iets. Snap je? Je gebruikt een bepaalde vergelijking in een bepaalde hoek om het daarmee zeg maar te vergelijken, om het op een bepaalde manier te laten lijken. Mag ik het samenpersen? Een hoe die neukt voor geld. Dat is haar werk. Daarmee heeft ze bepaalde normen en waarden. Ja. Die heeft ze gewoon laten liggen. Dan heb je een acteur. En die acteur die speelt bepaalde rollen die heel slecht zijn voor de imago van Marokkanen en moslims. Dus dat zijn die normen en waarden die je ook heeft laten varen. En maar waarom? Wat is dan slecht voor geld. Voor Marokkanen. Dus die vergelijking trek ik, zeg maar. Wat is dan slecht voor Marokkanen en moslims, broer? Nee, maar moment dat alleen al onze naam Mokro. Laten we het dichter bij huis houden. Hij stelt toch ook een vraag. Moeders en vaders. En nee, maar broer, mag ik alsjeblieft één keer. Broer, mag ik even met deze man. Even, broer, is goed. Maar wat is er dan slecht voor Marokkanen en moslims? Je zegt de naam Mokro Mafia, toch? Ja. Oké, broer. Geloof jij in, zeg maar, indoctrinatie op bewustheidsniveau? Dus gewoon bewust en onbewust? Zeker, broer. Maar ik heb al... Dus, maar wacht. Vind jij de maffia, maar ik probeer dan één even te weten. Vind jij de maffia, dus de criminaliteit in zijn algemeen... Ja. Vind jij dat een positief, vind je dat een goed iets... of vind je dat een negatief iets, een slecht iets?
Kijk, criminaliteit is criminaliteit, bro. Maar wat ik wil zeggen... Nee, dat snap ik. Dat criminaliteit criminaliteit ja, maar ik bedoel, is het negatief of positief? Maar dan vraag je meer mijn mening dan wat ik... Ik wil jouw mening. Hey. Zeg, criminaliteit is criminaliteit. Younes, die criminaliteit... Broer, hoe doe ik Mike uit? Alsjeblieft. Wallah, ik snap deze... Kan niet. Wallah, kan niet, hè, broer. Doe gewoon je theetje drinken en rondjes lopen. Sorry, Younes. Nee. Wallah, het niet aan je. Als mooi, meisje, hey, als mooi, meisje criminaliteit, maar niet dood zit vandaag. Ja, maar Younes Ouali. Maar om terug te komen naar Oussama, ja. Wat ik zeggen, waarom maak je zijn probleem trouwens, die van Oussama? Wanneer mokromafia is toch iets heeft te maken met crimineel circuit in het echte leven? Broer, wat wacht even. Mooi. Ja. Kijk, broer. Jij zegt, wat vind je van criminaliteit negatief, ja, positief? Stel, we laten dat terzijde, maar we pakken de titel mokromafia, toch? Ja. Ten eerste, broer, wie heeft die titel gegeven? Überhaupt, mokromafia. Hebben die gasten die in die criminaliteit zitten zelf gezegd van, hey, wij zijn mokromafia? Of heeft de media dat gedaan? Dus iemand heel anders heeft het zo genoemd. Wacht even, vraag je aan mij wie de titel heeft verzonnen of zo? Is dat nu jouw vraag? Nee. De term mokromafia. Maar ik heb het nu over de serie. Maar de serie is toch een weerspiegeling van de samenleving nu? Kijk. Het enige wat ik eigenlijk, zeg maar, waar ik op inging, want ik had het hoertje, zeg maar, gebruikt als voorbeeld, is dat je als acteur, hè, laat je bepaalde normen en waarden varen. Mm-hmm. Begrijp je? En dat hebben ze gedaan in Mokromafia. Waarom? Het zijn allemaal straatschoffies, allemaal gangstertjes, allemaal kort, zichtig, snel geld willen verdienen. Gewoon achterlijk. Gewoon, zeg maar dat. En het woordje mokro staat voor Marokkanen. Mafia staat voor criminaliteit. Iets slecht. Dus hebben zij ervoor gezorgd dat, zeg maar, bij de Nederlanders, bij werkgevers, bij iedereen in Nederland, hoe je het went of keert, al is het niet bewust, dan is het wel onbewust, dat Marokkanen nu allemaal gezien worden als mokro's, mokromafia. En dat vind ik echt een heel kwalijke zaak. Kijk, een Oulaya die op haar rug gaat liggen om geld te verdienen. Ja, dat is haar probleem. En tussen haar en de schepper, klaar. Je maakt het heel erg goed. Maar hetgeen wat jij hebt gedaan, of wat jullie hebben gedaan, is eigenlijk nog erger dan die hoeren. Want niet alleen hebben jullie eigen normen en waarden laten varen, maar jullie vallen ook ons daarmee direct en indirect aan. En dat vind ik kut. Ik zeg eerlijk, broer, sinds ik erin heb gespeeld, heb ik vanuit de Marokkaanse gemeenschap, de islamitische gemeenschap, ondanks alles toch positieve reacties gehad. En ik zeg je eerlijk, broer, Totdat ik harde propaganda ging voeren, en nu is het gelukkig volledig omgedraaid, waar ik echt heel blij mee ben. Ja, maar kijk, wat er nu gebeurt, daar kan ik niet voor spreken, want ik zit er ook niet meer in. Maar voor wat toen, destijds, wat ik toen had gedaan, was het een ander verhaal. Ik wil alleen duidelijk maken, dat wat ik net zeg. Zeg maar, de serie destijds, waar ik toen ik erin speelde, was geïnspireerd op het boek. Het boek bestond al, dus de titel was er eigenlijk al, Mokromafia. Het is geïnspireerd op, dus er zijn vanuit waar gebeurde verhalen, zijn er dingen uit de context gehaald. En die zijn verfilmd. En het is logisch dat er met filmbroer wordt gedramatiseerd en dat er extra dingen bij worden gedaan en gechoqueerd. Want dat is wat mensen trekt en mensen naar een film of serie laten kijken. Dat snappen we dan. Maar hoeveel procent komt, zeg maar, overeen met de realiteit? Broer, dat weet ik niet, want ik ben geen schrijver van het verhaal. Snap je? Ik kan jou vertellen dat die mokromafia, dus die criminaliteit die jullie allemaal hebben nagespeeld, ja, komt genees in de buurt van de fantasie van de werkelijkheid. Met andere woorden, het lijkt genees op elkaar. En als je nu aan mij vraagt, hoe weet je dat? Nou, ik kan jou vertellen dat ik letterlijk die wereld ken. Begrijp je? Dus zijn gewoon hele, ga ik je uitleggen, zijn hele slimme, nette, intelligente jongens. Die wel, nou, ik weet het wel zeker, ook hele slechte dingen doen. Maar als je ze tegen zou komen op straat, of ze zijn uit eten in een restaurantje, of ze zijn even gaan voetballen, dan is het niet die boze blik de hele dag, die agressieve blik, dat gevaarlijke de hele dag. En nee, totaal niet. Ze praten gewoon over politiek, ze lachen gewoon net als jij en ik. Dus wat jullie daar in die serie hebben neergezet, is letterlijk het romantiseren en het van de criminaliteit. Dat is wat jullie gedaan hebben. Maar dus jij kent die mensen die erin zitten, zeg maar, en jij weet dat het niet zo is. Ja, zo is het. Ik zit toch in die wereld. Nee, ik zit er niet. Maar ik ken kan jij ons dan vertellen hoe zij ons op meso-niveau schande zetten? Je zegt, ze brengen ons schande.
Hoe brengen ze onze schande dan, Wally? 2 seconden. De enige die denkt dat Younes... Ik vraag me echt oprecht af hoe ze mijn schande brengen. Kijk wat ik wel vind. Hé, jongens. Zien jullie dit? Dat is mijn woonadres. Zie je dit? Abyfuck. Yo bro, hoe is het met je? Hier gaat alles rustig. Zijn gangetje. Het enige wat kut hier is hier, is het weinige bellen en bezoek achter glas. Verder is de sfeer top. 23 uurtjes per dag op cel. Wend na een paar weken. Ha ha ha. Bro, als ik tegen jou zeg dat ik uit ervaring praat, praat ik uit ervaring, niet uit poep. Maar hij heeft ook gezegd, we maken het mooier dan dat het is. Dat heeft hij net ook aangegeven. En ze hebben die artistieke vrijheid, dus dat kun je niet van ze ontnemen. Ik bedoel, als wij een actiefilm gaan kijken of een blockbuster gaan kijken uit Amerikaanse films, dan is er ook explosies waar je u tegen zegt, maar dat is ook verder van de werkelijkheid. Hé, hey, maar Younes, maar zou je niet... Ik vraag me dan oprecht af, Oussama, van... staan jullie ouders er echt oprecht achter? Zeg eens, dat was echt een mooie seksscène. Oudie, wat is dit voor een mooie zoenscène van je? Familie, dat soort dingen moet je bij mij erbuiten houden, buiten het gesprek houden, broer. Wat bedoel je? Laat familie erbuiten. Waarom laat familie erbuiten? Oh, maar dat is broer, belangrijk. Familie is belangrijk, hè, broer. Je kan mij vragen persoonlijk, broer. Met mij persoonlijk. Ja, maar het is een vraag naar jou toe, Yagi. Het is een vraag naar jou toe van... Het is gewoon een normale vraag, broer. Hey, wat, broer, wat vind je... Diegene die zich normaal vraagt, wat vind jouw familie ervan, broer? Als ze zouden kijken... Ik zeg je eerlijk, bij mij waren ze wel kwaad toen ik zinnen had gepleegd. Bij mij waren ze kwaad. Mijn familie heeft niets met jou te maken, Yagi. Kijk, jouw ouders... Maar waarom vraag je dan naar die van hem? ...zin op jouw familie... Die zat er toch tegenbij. Ik snap dat je dat niet wil zeggen. Ik snap dat... Je moet het niet zo vijandelijk opnemen. Want wallahi, mijn dia is de zuiver. Ik ben hier niet om je neer te halen. Want ik hou me van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik leg je gewoon uit. Mijn familie heeft niks, nergens mee. Ik maak mijn keuzes, broer. En waar jullie net over praten, Allah, dit, dat, broer. Ik kom alleen voor Allah te staan, broer. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf, voor mijn daden, voor mijn dingen. Mijn ouders, familie, iedereen had... Maar je begrijpt niet dat wij hem adviseren hier. Dat begrijpt hij niet. Hij begrijpt niet dat wij hem adviseren, dat wij iets ouder zijn. Broer, ik snap je, broer, maar ik leg jou nu uit. Adviseer jezelf dat je daar niet over moet praten met mij, broer. Praat over andere dingen met maar mij, je broer. Je agiteert niet, broeder. We hebben blijkbaar nog een versnaderij van die niet wilde raken. Eigenlijk, Younes, podcast maken. Kijk, Owali is op een hele andere manier met je omgegaan en je toont respect voor hem. En degene die jou met respect behandelt, dan ga je agiteren. Ja, je probeer redelijk... Ik heb een hele sneaky vraag onder de broer. Het is een steek onder water. Nee. Omdat ik ben juist waarom betrekt hij zijn ouders? Hoe gaat hij mij voor schut zetten? Hoe gaat hij mij voor schut zetten of jou voor schut zetten als hij een seksscène heeft? Daarentegen zijn ouders... Wie heeft de seksscène? Ik heb geen seksscène. Ik heb niet over jou, Yagi. Ik heb niet over jou, maar... Moet zeggen, ik heb nog nooit seksscène. Ik heb het niet over jou, Yagi. Ik heb het over je moet een beetje rustig zijn en een beetje luisteren. Er komen seksscènes voor in Mokromafia. Er verkrachtingsscènes in voor. Dus snap je, dan vraag ik me af van... Hoe kijken jullie ouders ernaar? Wat vinden ze ervan? Kijk, ik weet van een andere acteur... Ja, die heeft echt scheid. Marokkaanse acteur. Ik ken hem persoonlijk, die heeft echt gescheid. Hoe is Zouani? Hij is echt gewoon vrije vogel. Maar ik weet ook dat er acteurs zijn die conservatieve ouders hebben. Rappers die conservatieve ouders hebben. En daarom zeg ik van, hoe ga je het gesprek met ze aan? Heb je niet een bepaalde verantwoordelijkheid voor jouw ouders? Want jij draagt ook de naam van je familie, Agi. Ja, broer, mijn ouders kijken die dingen sowieso niet. En ten tweede, broer, ik kan niet spreken voor andere acteurs. Ik kan spreken voor wie ik ben als persoon. Ik kan jou uitleggen, broer. Ik doe die dingen sowieso al niet. Snap je? Dus ik doe die dingen niet. En mijn familie kijkt niet. Dinges. Sorry. Kan je wat voor mij doen, broer? Kijk het niet. Kan je wat voor mij doen? Ja. Gooi mij eens even omlaag en gooi eens Mohammed's mening omhoog. Kijk, mensen die zeggen, zijn ouders hebben niks met hem te maken, hebben niets met zijn ouders. Voordat hij mij omlaag gooit, even willen. Hij moet wel willen. Dat is een ja. Wacht, lees alsjeblieft voor me, General. Ja, wacht even. Oh, hij wil niet. Hij zegt nee. Oussama. Ja. Doe je wel mee met de Ramadan en zo? Bro, even serieus, man. Wat voor vragen zijn dit? Ja, die man bidt gewoon. Die man bidt gewoon. Dit in het deut, ik heb voor alles. Oh ja. Nee, spijen. Ik weet alweer. Wallah, ik zat met mijn hoofd, weet je waar? Wallah. Wallah, ik zat met mijn hoofd bij Bilal misschien. Wallah, ik zat met mijn broer, man. Wallah.
Nee, niet jij. Bilal bedoel ik. Waarom motiveer je niet? Wat zeg je? Waarom motiveer je hem niet om mee te doen en zo met die dingen, bidden, islam? Broer, ik spreek hem niet, broer. Ik spreek hem niet. Luister. Ik ga jullie allemaal uitschelden één voor één. Mohammed Smeling heeft een vraag, ja? Nee, broer, wat ga je uitschelden, man? Ga je uitschelden? Niemand gaat jou uitschelden. Ik zeg je eerlijk, ik ben gewoon eerlijk, hè, broer. Ik ga niet liegen of zo, maar broer. Dat zei ook in Mokro Mafia, dus je bent nu hier rol. Nou, dat zijn andere dingen. Ayunus. Rustig. Kom op, man. Positiviteit, man. Jullie mag ook grapjes maken, weet je allemaal. Ja, maar hij houdt van grapjes. Hey, wist je dat ze mij ooit gevraagd hadden voor acteren en alles? Luister, nee. Ja, wacht, je gaat niet even... Even terug naar het onderwerp is even interessant. Luister. Wacht even, Younes. Wacht even dan. Younes. Nee, ik heb Younes Lakhlaoui. Luister, twee seconden. Hé, broer. De vraag van Mohammed... Ik ben jouw broer niet, ik ben jouw... Mohammed Smeling heeft een vraag. Mijn vraag is, wat vindt de broeder, dan heeft hij tegen jou Oussama, wat vindt de broeder ervan... Hoezo heeft hij niet tegen mij? Tijd, ja, tegen Oussama. Ja, mijn vraag is, wat vindt de broeder ervan dat ze de hele tijd islamitische woorden gebruiken? Dat is de hamvraag nu. Vertel eens, Oussama. Ja. Yo, weet je wat ik ervan vind, dat broer? Omdat je het te lab doet, dat broer, geef ik geen antwoord. Ga daar zitten naar je mond. Ik weet iets aan Younes vraagt. Je bent 12 jaar. Even lab doen, dat broer. Ga je mond dicht. Ga niet, ga niet. Ga general. Laat het. Ja. Boys, broeders. Laten we alsjeblieft dit positief houden. Ja. We hebben zelfs Younes positief half gekregen. Ik werd gevraagd voor een film. Gewoon positief houden. Ja. Of nee, een serie om jouw rol te spelen. Ik heb die rol geweigerd, dat broer. Bro. Vertel het niet. Kun je alsjeblieft twee woorden zeggen? Twee woorden. Weet je wat je moet zeggen of niet? Shout out, hey you. Nee. Alsjeblieft, ik wil dat je het zegt en ik ga je ook uitleggen waarom. Zeg Allahu. En dan? Dan moet je eerst zeggen wat je wil zeggen, broer. Nee, vertrouw. Hullah, het is niet raar. Maar zeg gewoon Allahu. Allahu alam. Nee, zeg Allahu. Allahu. Akbar. Allahu akbar, broer. Zal ik je vertellen waarom of niet? Altijd. Wallah, ik zweer bij alles op aan te huilen. Als jij mijn rol had gespeeld, had jouw leven er anders uitgezien voor de rest van je leven. Younes, voordat jij doorgaat, luister goed. Wallah, weet je wat ik... Nee, ik ga je uitleggen waarom. Ik heb gezworen dat alles wat mij lief is... Slam. Wat ik zeg eerlijk, hij heeft wel een beetje... Zeg maar dat kopje van mij vroeg. Ik was ook een beetje schat gezegd, toch? Nee, maar luister, Oussama, ik ga niet tegen je liegen. Luister. Moerla, ik heb gezegd, de Marokkaan die de ballen heeft om mijn rol te spelen, zijn leven gaat veranderen. Ik heb het op mijn Snapchat ook geplaatst. Ik heb het ook gehoord. Kijk, een Jood... Maar Owali, broeder. Een Jood mag mij spelen. Nee. Je bent een karikatuur van jezelf nu. Nee. Een Jood mag mij spelen. Een Nederlander mag mij spelen. Maar luister, als een Marokkaan mijn rol, zeg maar, zou aannemen en mij voor schut wil gaan zetten? Nee, ik had het niet geaccepteerd. Daarom zeg ik tegen jou, Allahu Akbar. Weet je waarom? Broeder, Allah is groot. Wat vind je van die rol dan? Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ik heb die hele script doorgestuurd gekregen. Wat vind je er eigenlijk van? Kijk, ik wist niet dat jij hem ook aangeboden kreeg. Er is een jongen, hij zegt maar alsjeblieft niet posten die scriptie, want er zijn er maar 4 of 5 die hem hadden gekregen. Hij zei, ik heb hem afgewezen. Die scriptie, of die waar je het nu over hebt, wist jij dat die herschreven is of niet? Broer, ik weet alleen dat er op de mail stond, iemand zijn naam stond erop, waardoor ik al wist van, dit ga ik niet doen. Ja, hij is herschreven. Dus ze hebben toen verschillende acteurs geprobeerd zeg maar, te strikken voor die rol. Er zijn meerdere acteurs die hebben gezegd, nee, dat gaan we niet doen. En uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om wel nog die personage te houden, maar om het een beetje een andere invulling te geven. Maar ik zeg je eerlijk, Allahu Akbar, hij is de allergrootste. Subhanallah. Ik had het ook met... Weet je? Ja, subhanallah. Ik zeg, ik had het niet met... Je bent het met liefde gedaan. Want het liefst wil ik geen problemen, maar één ding wist ik wel. Degene die mijn rol zou spelen, die was de lul. Dat ga ik je gewoon heel eerlijk zeggen. Ja, sorry. Weet je wie iemand moet spelen? RV. Die jongen die RV daar, die daar general brengt. Bro, ik ben altijd niet voor. Laat me de rest alsjeblieft. Ja, te moeten spelen. Maar kijk, Oussama. Om in te gaan op die laatste ding van jou.
Kijk, en dat is nou een perfect voorbeeld. Welke? Een... Wat zeg je? Over welke? Welk ding? Nou, zij wilde dus een serie maken over exposen, toch? Over dat wijf wat dan wraak ging nemen op iedereen, toch? Mm-hmm. Ja. Kijk, en dat is precies het hele probleem. Ze maken er weer een islamitische Marokkaans probleem van. Terwijl exposen, het bestaat al niet meer. In de zin van, als je op Telegram gaat, het zijn platforms. Iedereen kan gewoon zijn shit daar dumpen. Wat nu ook uit onderzoek is gebleken, is dat bijna 80% van alle exposed filmpjes, weet je door wie die worden geëxposed of niet? Nou? Door vrouwen, vriendinnetjes, jaloerse nichtjes. En het zijn ook Nederlanders, hè? Het zijn niet alleen maar Marokkaanse of moslima's. En toch willen ze dan met zo'n serie er een echte Marokkaanse moslimprobleem van maken. En dat irriteert mij. Maar wat is dan, mag ik gewoon, broer, wat maakt jou dan boos? Dat het islamitisch is of dat het Marokkaans is? Want dat zijn twee verschillen. Wat zeg je? Wat irriteert jou dan? Dat het geassocieerd wordt met Marokkaan of dat het geassocieerd wordt met islam, bro? Kijk, ik ben echt van open kaart. Ik wil het eigenlijk niet eerlijk zijn. Ik wil een beetje liegen nu, maar wallah, ik ga gewoon de waarheid spreken. Dat van islam. Daardoor haat ik het echt gewoon uit mijn hart. Ja. Maar dat Marokkaan is mijn trots. Wat ik eigenlijk niet mag hebben, maar ik heb het gewoon. Ik ben een trotse Marokkaan. Ik ga niet liegen. Begrijp je? Ja. Dus dat ene van islam haat ik. Dan denk ik echt, gadver, kijk wat jullie ons aandoen. En wanneer het gaat om Marokkanen, dan is het niet haat, maar dan is het een soort zeg maar, pijn. Je weet wel, trots wat mij zeg maar, wordt gekrenkt. Ja. En bij elkaar, broer, dat wil jij niet weten wat ik dan voel. Ja. Ik hoor je. Hoezo, wat is voor jou belangrijker? Marokkaans of islamitisch? Nee, voor mij is het meer... Ik wil gewoon even duidelijk hebben dat jij die dingen wel los van elkaar ziet staan, zeg maar ook. Maar kijk, dit is precies een goed punt wat je maakt. Want ik zie ze los van elkaar. Jij ziet ze los van elkaar. Maar Nederland niet. Als jij tegen een Nederlander vraagt, of als jij zegt Marokkaan, dan denkt hij niet alleen aan Noord-Afrika. Ik denk geen eens. Hij denkt gewoon aan moslim. Dus het Marokkaan en moslim is gewoon één voor de Nederlandse bevolking. En dat maakt het juist zo gevaarlijk. Maar bro, dat is ook niet voor iedereen zo, hè, bro. Dat is voor een bepaalde groepering Nederlanders. Ook niet voor iedereen, zeg maar. Want als ik jou zo hoor, dan klinkt het een beetje alsof je bijna Geert Wilders benoemt, bro. Ik ben ook een beetje Geert Wilders. Maar je hebt gelijk, Oussama. Niet iedereen. Ik ben een beetje irritant geworden, man. Je praat alsof je Geert Wilders bent. Hé, broer. Ik wil niet te schelden, broer. Je bek dicht, broer. Hé, boys. Broeders. Ik ga je maaien, hoela. Alsjeblieft. Oussama, jij ook, praat je shit. General. Praat niet, broer. Praat niet als je niks te zeggen hebt, broer. Younes. Ja. Vraag was. Oké, mooi. Dus je hebt bijvoorbeeld, net als de PVV, hè? Je hebt toch bijvoorbeeld Geert Wilders, die is tegen Marokkanen, tegen islam, wat. Je hebt toch ook gewoon, geloof je echt niet dat er zeg maar Nederlanders zijn die niet zo denken? Bro, ik heb het alleen over dat de koppeling tussen Marokkaan en moslim is gewoon bijna voor iedereen in Nederland niet te onderscheiden van elkaar. Dus waar je ook komt in Nederland, als je zegt, wat is een Marokkaan? Kun je een Marokkaan omschrijven? Wallah. Ik denk dat iedereen bijna zou zeggen, het zijn moslims. Ze zouden niet zeggen, nou, dat is de afkomst van de Marokkanen, het is een land in Noord-Afrika, bla bla. Nee, gewoon moslim, klaar. En niet iedereen die dat zo, klopt. Je hebt ook gehandicapte mensen, die kunnen die onderscheid ook niet maken. Maar voor de rest, begrijp je, bijna iedereen in Nederland, hè, broer. Dus als je een slechte rol speelt van een Marokkaan, dan speel je automatisch ook een slechte rol van een moslim. Ja. Oké, duidelijk, man. Ja, hey, maar luister. Nou, één ding, hè. Kun je even op mute op... Jullie hebben gezien hoe snel jullie gedumpt waren toen, hè? Maar zodra je, zeg maar, een beetje iets doet wat niet kan... Tuurlijk, Nederlanders kunnen het doen, die worden snel vergeven. Worden jullie volledig gewoon geboycott. Hup, jullie mondje wordt dichtgenaaid. Jullie kunnen geen kant op. Daarom zei ik ook net tegen die andere gast, die hier net was... Zorg voor je eigen platform. Doe je eigen ding. Zorg dat je onafhankelijk bent en verkoop jouw achtergrond en je geloof niet. Zo simpel is dat. Maar dan heb je het over die grap die ik heb gemaakt, toch? Of in ieder geval waar ik bij was. Waar bro. Die grap... Toch?
Welke over die hele lulgedoe, dat zou ik je wat vertellen? Dus dat over het cancelen heb je nog. Helemaal. Gewoon eerlijk, hè. Die hele 17.000 euro akkelo laten zien, dit, dat. Mij persoonlijk. Wollah. Wacht, twee seconden. Echt helemaal. Ik begrijp nu pas wat stoer tegen mij doet. Is dat die krul... Wacht eens even. Is dat die krullenbol, zeg maar, die stoer deed en die uiteindelijk geen janken bij allemaal platformen. Ja, ze hebben me eruit getrapt. Is dat hij? Ik versta deze man niet eens, broer. Waar kom je, broer? Waar kom je vandaan? Ik kom met Turk, broer. Yo, blijf waar je bent, broer. Ik versta. General, broeder. Broeder. Kom op, man. Kom zomaar druk doen, broer. Jij bent je broer. Als je niet weet waar je over praat, moet je gewoon stil zijn, man. Mag ik? Oh, ben je die, zeg maar, die homo'tje die ging huilen daarvoor? Ah, hey, General, nee, broeder, dat ben ik niet. Ja, je hoopte dat ik dat was. Toch? Dat was ik niet. Ik ga heel even om mijn lach zitten. Heel even. Maar ook, jongen. Niks persoonlijks. Ik zweer het je, man, broer. Hij zegt zomaar... Die man haalt me door elkaar met iemand heel anders, volgens mij, broer. Maar in elk geval... dat die hele... bieler toen in die tijd, die 17.000... Wallah, mij boeide het niet. Wat mij veel meer boeit... is zeg maar de schade die jullie zeg maar, veroorzaken bij ons. Gemeenschap. Wallah, dat boeit mij veel meer. Ja, maar welke schade dan? Wat doen wij wat zeg maar, slecht is voor de Marokkanen? Ja, heel wat simpel. Wat doe ik wat slecht is voor de Marokkanen? Ja, jullie spelen bepaalde rollen. En met jullie bedoel ik dus de acteurs. En die rollen die jullie spelen, vertegenwoordigen of vertolken, hoe je het ook mag zeggen, die zorgen ervoor dat het grote gros in Nederland zijn beeld over de moslims, Marokkanen, ja, anders weer gaat instellen. Ze zien ons nu zeg maar als... gasten die gevaarlijk zijn, die snel schieten, die alleen maar denken aan geld. Die ook, weet je wat ik nog het allerergste vind? Hoela, dit meen ik echt oprecht. Nu ik er zo over nadenk. Ja. Ik heb nog nooit een stuk, want Allah subhanahu wa ta'ala is mijn getuige. Ik heb nog nooit één aflevering gezien van Mokra Mafia. Ik heb vanaf het begin tot de dag van vandaag altijd geboycott. En ik zal er ook nooit naar kijken. Maar... ik kreeg wel stukken doorgestuurd. En ook op TikTok zag je natuurlijk heel veel stukjes voorbij komen. Maar wat mij echt opviel van die stukjes die ik zag... het zijn hele simpele, basale zaken en dingen die jullie zeggen. Gewoon echt... 1 plus 1 is 2. Ja, oké, 2 plus 2 is 4. Je zag helemaal... ja, gewoon echt rekensommetjes van lik mijn reet. Je zag geen... pi, kwadraat, wortel en weet ik wat allemaal. Nee, gewoon echt simpel. En wat ik daarmee bedoel, geen intellectuele gesprekken, geen diepgang, geen, zeg maar, wat in het echt trouwens echt zo is, dat al die jongens, zeg maar, een bepaalde zorgen maken over hun geloof, over hun din, daar heel erg mee worstelen. Maar broer, dat heeft met script te maken. Ja, ik probeer toch nu uit te leggen van hoe goedkoop en hoe lelijk die script eigenlijk is en wat voor schade het voor ons heeft veroorzaakt. Kijk, stukje moet je echt bij regisseur zijn. Want wat ik zeg, niet dat hij improviseert. Broer, ik luister naar wat hij zegt, maar dan klinkt het zeg maar alsof wij Marokkanen alleen maar naar de moskee gaan elke dag. En broer, er zijn ook gewoon Marokkanen die dat wel doen, snap je? En dat gebeurt ook echt. Het is alleen een verfilming daarvan. Kijk, ik praat het niet goed, maar ik probeer wel uit te leggen van broer. Oké, stop daar. Kijk, stop daar. Kijk, natuurlijk niet alle Marokkanen of weet ik veel wat gaan naar de moskee. Kijk, wat ik mee bedoel te zeggen is, waarom moet je dan kiezen voor die ene uiterste links of voor die ene uiterste rechts? Je kan toch een genuanceerd beeld neerzetten van die hele maffia, van die hele criminaliteit, die trouwens veel meer wit is dan Marokkanen en negers. Want de gasten aan de top die binnentrekken, net als die inval die van 3 dagen geleden, die 34-jarige, dan heb je ook nog Jos uit Breda. Je hebt zoveel grote Nederlanders die binnentrekken als de tering en al heel lang op hoog niveau spelen. Maar in... Broeder, of tenminste, Oussama, die serie is niet gebaseerd op de realiteit. Je bent stilgevallen, je was stilgevallen. Hij viel even weg bij mij. Ja, dat komt door mijn batterij, omdat ik dat aangaf. Maar wat ik meer wil zeggen is... dus het is een karikatuur, of hoe je dat mag zeggen. Het wordt heel erg overdreven, begrijp je? En wallah, ik zie zelfs kakkertjes bij ons hier in het Gooi, waar ik woon. Ik was laatst bij Albert Heijn in Bussum. Dit is geen grap, hè? Wallah, met dit is een grap.
Woelle, ik zag die miljonairskindjes daar zitten. En wat sahbi. Beter ga je. Woelle, ik dacht, hè? Maar, ken je dat je er zo kijkt dat je denkt, kwamen die woorden echt uit zijn mond? Maar die gasten die kijken ook gewoon naar Mokro Mafia. En die hebben gewoon die hele persoonlijkheid. Hebben ze gewoon zelfs, zichzelf aangeleerd. En dan heb ik het over gooise kaksie, jij wat. Ja. Ja. Bro, ik zeg eerlijk, daar heb je niet als mooi. Destijds toen ik, ik begon net, snap je, dat ik niet veel te zeggen. In de zin, ik was zenuwachtig, maar nu, broer, nu zitten we in een andere fase waar ik wel mee